belangrijkste doelstelling uit de warmtevisie is echt de aanzet om de transitie van gas naar warmte te maken. Je ziet dat daarin de overheid echt een stap wil maken in de verdere verduurzaming van Nederland. Dus minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zoals gas, maar echt structureel gebruik gaan maken op grote schaal van restwarmte uit de industrie en duurzame warmte uit de grond. Nou, we staan hier in Den Bosch, het paleiskwartier. We hebben een WKO-installatie, een hele duurzame oplossing. Deze vijver hierachter wordt gebruikt om te koelen. En dit is een mooi voorbeeld van hoe een moderne techniek ingepast wordt in een moderne omgeving, waarbij zowel consumenten als bedrijven gebruik maken van onze warmte. Nou, en natuurlijk zijn we een grote warmteleverancier in Nederland. We hebben echt de focus op onze klanten en willen het warmteproduct ook comfortabel maken, makkelijk te gebruiken. En echt luisteren naar de behoeften van die consument. Dat is iets wat niet altijd gedaan is in het verleden rondom warmte. Het was echt een nutsvoorziening. Nou, wij proberen het echt persoonlijk te maken en in dialoog met de klanten te gaan. Met de leveranciers van warmte en die twee bij elkaar brengen. Altijd op een relevante manier op lokaal niveau. En daarin zijn we echt onderscheidend als Ed natuurlijk. Warmte, en veel mensen beseffen zich dat niet, maar 60% van onze energievraag heeft betrekking op warmte. En heel veel van die warmte wordt nu nog door gas opgewekt. Nou, als we met elkaar de komende jaren de transitie kunnen maken van gas naar duurzame warmte, het gebruik van restwarmte uit de industrie, dan is dat een enorme verduurzaming en helpt dat echt substantieel bij het energie neutraal krijgen, de klimaatdoelstellingen van 2050. Samenwerken, dat kan echt alleen maar als je open en eerlijk bent naar elkaar. Er zijn zoveel partijen bij betrokken. Leveranciers van warmte, de gemeente, de overheid, de producent van warmte. En willen wij met elkaar de warmte nadrukkelijker op de kaart zetten, dan moeten we ook echt samenwerken. Samen over de hele keten met een duidelijke stip op de horizon. Van daar willen we heen. Dat is wat onze consument wil. Die moet dus ook betrokken zijn bij dat traject, zodat je echt samen op pad gaat. Daar komt wel de hele sector bij elkaar. Daar komen consumenten, daar komen dus gebruikers bij elkaar. En het is goed om met elkaar hierover over te praten. Want we hebben nog wat uitdagingen om warmte aantrekkelijk te krijgen en om warmte te laten groeien. En je legt hier wel de basis met elkaar om die stip op de horizon te zetten en samen op pad te gaan.